zoals dat ik al zei, is mijn lintzaag. Heb ik gekocht een dikke maand geleden of twee maanden geleden. En ik heb ze wel opgemaakt, hè. Die heb ik proper gemaakt. En een geleidersteun voor gemaakt, want dat moet wel, want anders gaat hij helemaal zitten zwabberen. En een lintzaag, dat is om kromme dingen te zagen. Om kromme dingen te zagen. Je kunt er ook rechte dingen mee zagen, maar dan gebruik je vooral een cirkelzaag bijvoorbeeld. Ja, je kunt er van alles mee zagen. Dat is om te zagen. Ik heb daar een paar dingen aan veranderd. Ik heb daar een nieuwe steun aan gemaakt. Ik ga nu dat laten zien, zelfs. Nu. Zo, voilà. Dat is de zaag. Die loopt tegen een rullementje van achter. Tussen twee rullementen in. Want anders gaat hij te veel wobbelen. Wibbel, wobbel, wobbel. Dat is in oog te verstelbaar. Je moet dat loskrijgen hier. Zo. Zo. Ja, dat is los. Zie je, het is al naar beneden gezet. Dus ik kan daar verschillende diktes van hout ondersteken. Voor te zagen. En dat is eigenlijk de bedoeling. Om die zaag zo schoon recht mogelijk te houden. Nu, zoals ik al zei, ik heb een metaalzaag. Dat is een metaalzaag, wist ik ook niet. Tja, dat is een beetje pech, maar ik heb ondertussen al een ander besteld. Dus dat is de geleider, hè. Hij zit vast hierop. Hij gaat op en af langs de zaag. En ik ben daar content van, gelukkig dat ik het gemaakt heb. Deze zaaggeleider geleidt goed. Nog een beetje arrangeren dat ik die nog wat meer kan regelen. En dan loopt die mooi proper. Ik zie dat mijn zaag hier eigenlijk tegen de kant aanloopt, dus moet ik dan een keer uitzagen. Hè. Goed, goed. Dat was dit. Zo, ja, voilà. Dan heb je gezien, dat is de geleider, speciaal voor te geleiden. De zaag te geleiden. Ik ben er nog niet echt content van, moeten we nog wel wat zien van een beetje deftig af te stellen links en rechts. Zoals ik al zei. Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb zelf een polie moeten maken op de motor. Daarna heb ik dat dan allemaal in orde gezet had, bleek de motor in de verkeerde richting te draaien. Je nog moet ompoppelen. Hè. Ik heb daar een polie op gedraaid. Ja, ik ga nu dat ook laten zien. Nu. Voilà, dus die polé, die heb ik niet gedraaid, dat zat er origineel op. Dat is de motor. Maar die polé, die heb ik erop gedraaid. Rechtstreeks op de motor gedraaid. Ik heb jullie dat nu laten zien, ik was te laat met te filmen. Dus daar moet nog wat aan gebeuren. Ik denk dat ik toch nog wel wat moet. De elementen waren nog goed. Allee, ze zijn nog goed. Maar ja, weet je. Oei, zo'n geiten spinnenweven weg te doen. Jongen toch. Dat is nog maar eigenlijk. Enfin, dus ja, de motor. Dat is een dikke straffe poulie. Ik heb hier een veer gezet om die aan te trekken. Dat die onder spanning blijft. En dat draait goed. Ik ben daar content van. Hè. Als ik hem in gang zet, dan moet hij dat. Slaag de bekken en zo van alles. Maar ja, zeg, wat willen we nou? We zijn nou een dotheuvel. Dus dat is de regeling voor de lintzaag aan te spannen. Hier draait je aan en die spant je op naar boven. Iedere keer als je die niet gebruikt, moet je die ontspannen. Inderdaad. Dus nu ga ik je de andere kant laten zien. Tot zelfs. Zo, voilà. Dat is de andere kant van het machine. Ja, dat is gemakkelijker op de deun.
dus langs deze kant ene keer een open doen. En de onderste is ook mee gaan doen. Okay. Voilà. Was nu een cirkelzaag, voor de mensen die het niet moesten weten. Dat is een zaag die over twee wielen loopt. Een zaag uit eestik. Je hebt misschien gezien in het vorige filmpje hoe ik die zaag heb opgeplooid. Wel, uit mijn zaag, want ik heb die op maat moeten laten maken, die wordt gelast in een firma. Waar, dat weet ik niet. En de last ziet er dan zo uit. En ik moet zeggen, dat is proper gelast. Dat wordt gestuikt lassen. Stuik lassen noemen we dat. Dat wordt tegen elkaar gezet, dat wordt warm gemaakt en dan smelt dat in elkaar. En achterna slijpt dat wat af. Dus, dat is de lintzaag. Ik ga die zo niet aanzetten. Waarom niet? Ze moest er maar een keer aflopen. En ik ben tamelijk bang dat ze er zou aflopen. Dus... ze dansen nog wat, ik moet ze nog wat vastzetten en zo. Ik heb gezien dat het onderste wiel eigenlijk een beetje een slag heeft. Wat wil je? Hè? De prijs dat ik eraan gegeven heb. Kan ik geen ander kopen. Dus, vroom toe. Op z'n leuvens gezegd. Het is een GF Ans Liège. Ah, oh, dat is hier uit Luik. Luik, Liège is Luik. Dus ik ben er content mee. Dat zullen we zagen. Als ik het niet doe. Doe het een mens zagen. Ik zal het eens van kort bij laten zien. Als het aan het zagen is. Hè? Dan zie je dat, hè. Anders zie je het niet, hè. Nee. Zo. Vlak op de tafel. Zo. Alsjeblieft. Voilà, nog het een en het ander afregelen, hè. Zoals deze hier, want die loopt maar langs de ene kant tegen het roulement. Misschien wat arrangeren dat je dat kan meer verschuiven, kant al openzetten. Ja. Goed, dus, alsjeblieft, ik hoop dat je het interessant vond. Ik vind het interessant. Tot binnenkort. Groetjes thuis. Ja, dat was het. Tot ziens. Afzetten en hop. Prima knop.